Rudy Cosset, je mocht naar Rusland, naar Spanje en naar Frankrijk. Maar toch denk ik dat je het misschien anders gewild had. Wel, ik denk inderdaad dat de namen minder tot de verbeelding spreken, maar ik denk dat het wel grote ploegen zijn. Zenit Sint-Petersburg is de grote ploeg in Rusland, dus met het nodige respect moeten we dat toch aanvaarden. Valencia is samen met Atletico misschien de derde ploeg van Spanje en Lyon is de tweede of de derde ploeg van Frankrijk. Dus ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we moeilijke ploegen hebben gelood en dat we de kans krijgen om ons te meten met die ploegen. En dat op zich is al een enorm succes. Het is al een succes te heten dat je aan de Champions League mag deelnemen, laat staan in de poelen staan. Dus ik denk dat de jongens een heel belangrijke leerschool zullen krijgen nu. En zich kunnen meten met de topploegen in Europa. En daar is het tenslotte om te doen. Zorgen dat de jongens progressie maken en als speler evolueren. Waarbij zij zelf al het goede zullen ondervinden, maar ook de club en België in het bijzonder. Toch hadden Brecht en Sven allebei toch stiekem een beetje gehoopt op een Barcelona of Real Madrid. Jij niet? Ja, dat is natuurlijk een grootheid dat je daar noemt. Hè. Dus iedereen wil tegen die ploegen spelen. Hè. Laat ons hopen dus dat we wat punten halen. En wie weet is er een mogelijkheid om ons te kwalificeren verderop. Dus ik denk dat dit ploegen zijn waarbij we ons kunnen tegen meten. En als wij een goede dag kennen, dan kunnen wij sommige ploegen heel veel pijn doen. Wij zullen ons sowieso het onderste uit de kan moeten halen om tegen die ploegen punten te pakken. En als de jongens dat beseffen, dan zou het wel eens een mooi parcours kunnen worden. En dan zullen we zien waar dat bestaat. Maar laten we het ons zo stellen, dus dat het moeilijk is, maar niet onhaalbaar. Dank u wel, Rudy Cosset.